Breda Nu. Je weet het meteen. In Teteringen onthult wethouder Paul de Beer de nieuwe container voor kunststof. Nou, zachte. Wat draagt deze nieuwe container bij aan duurzaamheid? Nou, het mooie is met deze nieuwe containers dat we veel meer gaan inzamelen bij de mensen zelf. Dus we kunnen gescheiden het afval ophalen en dat is veel duurzamer. En het bespaart ook in de kosten, dus de afvalstofheffing kan hierdoor ook omlaag de komende jaren. Veel mensen hebben al 2 containers in de tuin staan, sommigen zelfs 3. Een derde of een vierde daarbij wordt al heel erg veel. Hoe maakt u mensen toch enthousiast om te blijven scheiden? We gaan ook per wijk kijken wat een goede oplossing is om te gaan inzamelen. Dus in sommige wijken waar wat meer hoogbouw is of woningen met wat kleinere tuinen, daar gaan we centrale inzamelingspunten neerzetten. En bij wijken waar het wel kan, gaan we de extra container aanbieden. Mensen zijn niet verplicht om te nemen. Mensen kunnen ook zakken nemen om het plastic in te leveren en te verzamelen. Kost een nieuwe container ook geld? De gemeente maakt even een extra investering om te zorgen dat we beter kunnen gaan scheiden de komende jaren. Dus dat zit wel in de afvalstoffenheffing dat we deze zaken aanschaffen. Dat is natuurlijk niet gratis. Maar uiteindelijk, door die betere scheiding, gaan de kosten omlaag de komende jaren. En hebben dus mensen er ook op die manier profijt van.